Salcon kreeg gisteren als eerste sociaal werkbedrijf een maatschappelijk verantwoord ondernemerscertificaat. Wethouder Jan-Jaap Kolkman overhandigde gisteren persoonlijk dit certificaat aan directeur Jeroen Kroeze. We deden eigenlijk al heel erg veel, daar zijn we achter gekomen. Maar we zijn ons nog bewuster geworden dat de dingen die we doen we iets beter moeten vastleggen. We deden al heel veel voor mensen, maar we zijn ook veel bewuster omgegaan met onze energie, met ons afval. En al die dingen bij elkaar heeft er eigenlijk toe geleid dat we dit certificaat hebben kunnen krijgen. Certificatie is eigenlijk iets dat je kunt laten zien van, goh, ik heb het geregeld. En het heeft ook iets, een keerzijde zo van, goh, ik heb het geregeld en dus kan ik weer over tot de orde van de dag. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling ervan. De bedoeling ervan is dat je, zodra je gecertificeerd bent, zoals ik straks zei, het is het begin, dat je daarna verder doorontwikkelt. Nou, certificatie wil eigenlijk zeggen dat je aan het minimale voldoet, hè, wat de norm voorschrijft. Als je daaraan voldoet, met je werkwijze en met je organisatie, hè, daar invulling aan geeft, komen wij dat toetsen. Klopt dat inderdaad? Dan krijg je van ons een certificaat. Dat doen we ieder jaar opnieuw. Maar ja, goed, je hoort het al, ieder jaar opnieuw. Tussentijds, wat ga je dan doen? Blijf je dan hetzelfde opereren? Voldoe je aan het minimale? Of gaan je ambities verder? Nou, Salcon heeft al duidelijk ambities verwoord. Hè, van, ze willen geen afval meer produceren. En ze hebben nog een paar ambities genoemd. Hè, qua mensen aan het werk. Ja, als je dat op een gegeven moment als beleid ook invoegt in je processen. Dan zou je zien dat iedere medewerker ook daar straks mee bezig is. En dat je dan ook daadwerkelijk de lat steeds hoger kunt leggen. En je doorontwikkelt naar je ambitie. En daar kan je certificaat dus heel goed bij helpen. Om te laten zien dat een product duurzaam is, is een keurmerk vaak een goede oplossing. Maar laten zien dat een heel bedrijf duurzaam is, is al een stuk lastiger. Voordat een keurmerk of certificaat kan worden afgegeven, moet namelijk heel precies worden vastgesteld waaraan het keuren moet voldoen. Dit certificaat bewijst dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op een heldere en praktische wijze is geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ja, het allerbelangrijkste uiteindelijk is natuurlijk dat we heel veel mensen aan banen hebben geholpen. Dat staat heel duidelijk in het overzicht. Het tweede is dat we ook alweer een aantal nieuwe innovatieve producten hebben kunnen lanceren, waarvan de Social Sofa denk ik nog steeds een hele mooie is. De gemozaïekte banken. Waar we aanstaande vrijdag weer een heel mooi exemplaar mogen gaan onthullen. En uiteindelijk, wat natuurlijk wel gewoon super belangrijk is, is dat je ook nog in staat bent om geld te kunnen verdienen. Zodat het geen geld kost, maar dat het uiteindelijk ook gewoon geld kan opleveren. En ik denk dat dat de allermooiste prestatie is. Salcon die geeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans om weer in het arbeidsproces deel te nemen. En dat is ook waardecreatie. Dus MVO staat eigenlijk voor waardecreatie en impactverbetering. Eigenlijk begint het nu pas. Het certificaat is eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. Maar het gaat erom dat we als organisatie ons nog bewuster worden van onze footprint. En hoe wij een bijdrage gaan leveren aan onze maatschappelijke betrokkenheid bij deze mooie stad.